Uh, en de reden uh, om die piekbelasters uh, uit te kopen, dan wel te innoveren, uh, nou ja, dat hele traject dat vanaf april dan echt handen en voeten gaat krijgen, was natuurlijk om het land weer van het slot af te halen. Uh, en daarbij uh, ook de bouw. Ja, nee, dat, dat klopt. En daar gaan we ook op in in het rapport. Uh, wat je ziet is, ja, de oplossing die dat zou bieden is alleen voor die 3% waar we het over hebben in die woningbouw. Dus die piepbelasters hebben eigenlijk met die hele bouwopgave heel weinig te maken? In ieder geval met de woningbouw. De infrastructuur is nog even een apart verhaal. Daar ligt het wat zwaarder en wat lastiger nog. Ja? Maar uh, hier gaat het om, uh, dat noemen we extern salderen. Je haalt ergens ruimte op... Als het ware omdat je die piekbelasters en die probeer je weer uit te delen. Mm. Moet dan wel allemaal op hetzelfde natuurgebied betrekking hebben. Ja. Uh, maar ja, voor de woningbouw zie je dat voor het levendeel. ja, we dat niet nodig hebben. En uh, dat het betekent dat. Uh, uh, ja, je het ook zonder kan doen. Ik zei al net met wat intern salderen. en met uh, wat elektrisch materieel. ja, kan het levendeel van kan, kan doorgaan. Dan hebben we die piekbelasters niet voor nodig. Met andere woorden, als je woningen wil bouwen dan hoef je die pieplassen eigenlijk helemaal niet uit te kopen. Nee, het punt is, dit. Uh, het, het helpt wel mee voor dat kleinere deel. Ja. Zeg maar, waar we het over Hast hebben. Dat is die 3%. Ja, daar, daar, daar creëer je ruimte voor. En er kunnen natuurlijk ook nog wat grotere projecten zijn in combinatie met infrastructuur, waar het iets grotere infrastructuur wat zal liggen. Voor de infra is het echt wel een beetje ander verhaal. Daar ja? zijn we ook overigens naar aan het kijken op dit moment. Okay. En, uh, maar voor de woningbouw heeft u gelijk. Er wordt steeds een soort idee geschetst van we moeten de piekbelasters uitkopen en ook nog snel. Want anders. Komt de woningbouw niet los? Uh, die conclusie die kunnen we niet delen op basis van het onderzoek. Met andere woorden, die piekbelasters hebben dus voor wat betreft... het bouwen van het gros van die woningen er geen bal mee te maken eigenlijk. Nee, ja, u, u, u zegt het scherp, maar het klopt wel. Uh, het is zo, die die piekbelasters uitkopen is natuurlijk bedoeld, en daarvoor hebben ze het nodig om de algemene reducties te realiseren. Zeker. Maar uh, dat je zegt het land gaat op slot of de bouw gaat op slot, de woningbouw, ja. uh, daar is geen sprake van. Dus piekbelasters staan de bouw van nieuwe woningen, grosso modo, helemaal niet in de weg. Ja, nauwelijks in de weg. Ja, zo is het. Daar had u het over.